bewoners van Mijn Rijstad. Hier weer een aflevering van Mijn Rijstad Vitaal. Het programma wat u in beweging brengt en nog meer vertelt over gezonde voeding. Wij gaan vandaag weer lekker met u bewegen. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Wij zijn er in ieder geval wel klaar voor. Ik word weer bijgestaan door twee All-Stars van de PSV Foundation. Vandaag hebben we Dick en Toon weer. En die gaan de oefeningen samen met mij uitvoeren. Zoals gebruikelijk beginnen we eventjes met een korte warming-up. Bent u er klaar voor? Gaan we van start. We gaan stappen op de plaats. Doet u maar lekker mee. Even goed stappen, armen mee bewegen. En dan gaan we even de hakken naar de billen brengen. Hakken gaan naar de billen. En weer stappen. En dan gaan we de knieën gaan werken. Om en om, links en rechts. Knieën heffen, omhoog. En wit. Ja, heel goed. En weer stappen. Blijf de armen tijdens het stappen goed mee bewegen. Kuiten even, spanning zetten. Ja, even voorover en terug. Dus kantel even op je voorvoeten en terug. Terwijl op de tenen staan en weer terug. Voel even de kuiten op spanning komen. En we gaan weer stappen. Gaan we hurken. Kleine spreidstand. Ja. Handen voor het lichaam en we gaan door de knieën en weer terug. Kunt u het echt diep gaan, iets minder, natuurlijk ook altijd. Even haken lang op je kan. Denk ook aan uw ademhaling. En weer stappen. Ademhaling is natuurlijk ook belangrijk. Altijd bij het kracht zetten, ademt u uit. En dan gaan we grote stappen naar voren. Plaats de handen op de heupen. Ja, maak even een grote stap voorwaarts en terug. Dus voorwaarts en terug. Denk eraan om wel goed de balans te bewaren, anders maakt u het stapje gewoon even iets kleiner. Zakt even iets in en weer terug. Adem in en adem uit als je weer omhoog duwt. En stoppen. Maken we even een wat bredere spreidstand. Handen ook weer voor het lichaam. Gaan we zakken en weer omhoog. Even goed voor de binnenkant, de liezen. En weer stappen. Plaatsen we de handen weer op de heupen, gaan we zijwaarts uitstappen, om en om, links en rechts. Dus stap uit door de knieën en terugduwen. Even uitstappen en terugduwen. Stap uit en duw terug. En zorg ervoor dat de punten van uw schoenen dat die naar voren blijven wijzen. Heel goed. En weer stappen. Gaan we even met de armen gaan we zwaaien. Gewoon stilstaan. Maak de armen gewoon lang. Strek ze uit. Gaan we rondes draaien. Vooruit. Dus vooruit. En maak die cirkels groot. En achteruit.
Blijf gewoon rustig doorademen. Heel goed. Gaan we de heupen even wat losser maken. Plaats de handen weer op je heupen. Probeer je hoofd op dezelfde plek te houden. En we gaan draaien met de heupen met de klok mee. Ja, doe maar mee. Dus draaien met de heupen met de klok mee. En de andere kant op, tegen de klok in. Heel goed. Oké, gaan we de voeten gaan we bij elkaar doen. We gaan iets door de knieën, handen op de knieën. En we gaan rondjes draaien met de klok mee. Doet u maar mee. Dus draai even, rondjes, met de klok mee. En dan gaan we de andere kant op, tegen de klok in. Heel goed, dan gaan we nog even stappen. We gaan even iets versnellen nog. Dus je mag even iets sneller stappen. En blijf stappen, blijf stappen. Oké, zo, dat was de warming-up. Een beetje losschudden. We gaan zo meteen gaan we de training beginnen. Een goede warming-up gehad. We hebben zo meteen 10 oefeningen. De oefeningen duren steeds 30 seconden. Na die 30 seconden is het 15 seconden rust. In die 15 seconden ga ik nu de volgende oefening uitleggen en voordoen. Dus let dan wel goed op, maar dan kunt u in ieder geval eventjes rust nemen om vervolgens weer 30 seconden oefening uit te voeren. Aansluitend gaan we nog even wat romstabiliteit oefeningen doen, maar die leg ik u dan op een later tijdstip, leg ik u die dan wel uit. Ik zou zeggen, neem even een slokje en wat hebben we vandaag nodig, zoals vorige keer aangegeven. 2 flesjes met daartussen een touwtje gespannen. Kunt u gewoon voor u neerzetten op de grond. Gebruiken we zo meteen als een soort hindernisje om er overheen te stappen en terug of er omheen te wandelen. Dat ga ik u zo meteen allemaal nog haar fijn uitleggen. Ik zou zeggen, neem even een slokje water, pak de flesjes en een touwtje erbij. Dan zie ik u zo terug. Goed, zoals ik al zei, vandaag gaan we eventjes wat oefeningen doen met een hindernisje, dus er overheen stappen. En heeft u nou niet die 2 flesjes en een touwtje, dus eigenlijk geen hindernis, doe dan net alsof er 1 is. Dus je kunt altijd natuurlijk een beweging maken om ergens overheen te stappen, zonder dat het er natuurlijk is. Kunt u toch altijd gewoon lekker even mee. De eerste oefening die we gaan doen is een oefening, heel simpel, we gaan er overheen stappen, we draaien om en we stappen weer terug. Probeer het eventjes om te wisselen, ja, met links en rechts. Bent u er klaar voor? Dan gaan we stappen. Beginnen met rechts, stappen eroverheen, draaien, stappen met links eroverheen en draaien. Prima. Stappen we weer met rechts eroverheen en draaien. Ja, met links eroverheen en draaien. Met rechts eroverheen en draaien. Probeer ook het draaien steeds een klein beetje af te wisselen, zodat het natuurlijk niet duizelig wordt van het draaien steeds. Heel goed. En de laatste. Stappen we weer eroverheen. Nou, prima. Het was in principe een hele simpele oefening om eventjes dus voorwaarts en overheen te stappen en weer terug.
De tweede, even een stukje moeilijker alweer maken, gaan we er overheen stappen, twee voeten gewoon op de grond, ja. En dan kijk je eigenlijk onderuit, ja, waar is het touwtje, en dan gaan we achteruit, gaan we er overheen stappen om weer terug te gaan. Prima, probeer het ook steeds een beetje af te wisselen. Klaar voor? Gaan we beginnen. Stap voorwaarts eroverheen. En achterwaarts weer terug. Ja. Dan weer voorwaarts eroverheen. En achterwaarts weer terug. Nog een keer voorwaarts eroverheen. En achterwaarts weer terug. Voorwaarts eroverheen. En de laatste. Achterwaarts weer terug. Oké, prima. Dan gaan we de volgende oefening doen. Dan gaan we er zijwaarts gaan we er overheen. Dus zijwaarts eroverheen. En staan. Weer zijwaarts eroverheen. En staan. Denk u erbij aan, ja, dat als je stapt, dat je de voet niet te dicht bij de hindernis zet. Want dan kun je vervolgens de voet die volgt er niet meer bij plaatsen. Dus altijd eventjes natuurlijk verder wegzetten, zodat er ruimte is om de voet bij te sluiten. Goed, bent u er klaar voor? Dan beginnen we rechts om eroverheen te stappen. Ja, gaan we. En stap uit, sluit bij. Ja. Dus en stap uit, sluit bij. Stap uit, sluit bij. Stap uit, sluit bij. Stap uit, sluit bij. En stap uit, sluit bij. Heel goed. Stap uit, sluit bij. Ja. Stap uit, sluit bij. De laatste, stap uit, sluit bij. Ja, super. Oké, na deze oefening krijgen we echt een hele moeilijke oefening. We gaan namelijk het buitenste been, gaan we als eerste over de hindernis doen. Dus dan krijg je dit. In dit geval sta ik rechts tegen de hindernis aan. Links gaat er als eerste overheen en rechts volgt dan. Dus dan krijg je dit. Links eroverheen en rechts volgt. Dan ga je vervolgens weer even goed staan. Ja, dan gaat rechts eroverheen en links volgt. Best een moeilijke oefening, maar proberen we eventjes gewoon langzaam en goed uit te voeren. Bent u er klaar voor? Gaan we beginnen. Ja, dus we staan rechts tegen de hindernis, links eroverheen en rechts volgt. Ja? Dan gaan we met rechts eroverheen en links volgt. Dan gaan we weer met links eroverheen en rechts volgt. Dan gaan we weer met rechts eroverheen. En links volgt. Met links eroverheen. Rechts volgt. En de laatste. Rechts eroverheen. En links volgt. Ja, heel goed. Best een moeilijke oefening. Zeker een hele hoop balans wat erin zit. Maar keurig netjes uitgevoerd. Ook door onze sidekicks. Prima. Goed, volgende oefening die we gaan doen. Dan gaan we even op de knieën. Op de knieën gaan we en dan gaan we vervolgens gaan we links en rechts gaan we de uiteinden, dus de dopjes van de fles aantippen. Om en om, links en rechts. Klaar voor? Gaat ie. Dus dik aan. Ja, even anders. Dik aan. Gewicht weer overbrengen. Dik aan. Breng het gewicht weer over. Dik aan. Heel goed. En dik aan. Super. Tik aan. En tik aan. Ja. Tik aan. En tik aan. En nog twee. Tik aan. En de laatste. Tik aan. Ah, super. Komt u weer rustig omhoog. Gaan we de volgende gaan doen. Ga ik even de flesjes draaien, zodat u een beter beeld daarbij krijgt. Maar we gaan nu een lange stap gaan maken. Dus hoef niet per se over de flesjes, maar probeer wel
ongeveer de lengte van de flesjes, dat je echt een flinke stap maakt. Dan draai je, ja, dan maak je vervolgens met het andere been, maak je ook weer een lange stap. Goed, ben je klaar voor de kamer. Dus we beginnen met rechts, lange stap rechts. Even draaien, ja, maken we met links een lange stap, ja, en een lange stap. Heel goed. Weer met rechts een lange stap. En draai. En dan gaan we weer met links een lange stap. En draai. Ja, super. Dan gaan we weer met rechts. En een lange stap. En met links. De laatste. En een lange stap. Super. Super gedaan. Goed. Volgende die we gaan doen. Hij is weer even terug. We gaan zo meteen met de binnenste hand gaan we elke keer het voorste flesje, het topje, gaan we aantikken. We tikken hem aan, maar gewoon kleine pasjes naar achter, opzij en weer naar voren. Maar voor de andere hand, in kleine pasjes naar achter, iets door de knieën, weer naar voren en de andere hand. Goed, klaar voor, gaat ie. Dus tik aan, kleine pasjes. En de pasjes weer naar voren toe en tik aan. Even iets door de knieën en tik aan. Ja, maak weer kleine pasjes en tik aan. Top. Hou vast nog even en tik aan. En de laatste, ja, weer naar voren en tik aan. Heel goed. Goed, volgende die we gaan doen is, we gaan weer op onze knieën en dan gaan we vervolgens gaan we ons een klein beetje verplaatsen elke keer. Dus we gaan naar links toe verplaatsen, tikken we met rechts al, tikken we het flesje aan, dan gaan we naar rechts toe verplaatsen en tikken we de linkerhand. Ja, we beginnen even in het midden en we gaan als eerste gaan we naar links, gaan we uitbewegen. Ja, doe maar mee. Dus we gaan naar links toe bewegen, rechts aantikken. We gaan naar rechts bewegen en ja, en we gaan weer terug en rechts aantikken en we gaan weer terug en we tikken links. We bewegen weer terug en we tikken rechts aan en we bewegen weer terug en links aan. Goed, als laatste gaan we even rustig gaan we weer opstaan. Kijken we de volgende oefening. We hebben er nog twee te gaan. De volgende oefening is we stappen er overheen en in onze stap maken we gelijk een draai. Dus we stappen en we draaien alvast. Om gelijk gewoon goed te komen staan, doen we vervolgens het andere been. Dus je stapt, maar in die stap maak je eigenlijk al enigszins een draai. Goed, zijn we klaar voor? Dan gaan we weer beginnen. We beginnen met rechts. Ja, stappen maar. Dus stap en heel goed. Andere been, ja, ook weer even draaien en stap. Ja, even een kort slag draaien en bijsluiten en weer goed staan. Gaan we weer. Draai en stap. Top. Nog twee. Draai en stap. Laatste. Ja. Draaien en stap. Gaan we goed staan. Prima. Goed. Laatste die we gaan doen is we gaan er overheen stappen. En dan zorgen we weer dat we weer in de beginpositie belanden. Dus wat we doen is, stappen we er rechts overheen, gaan we rechtsom, gaan we terug. Dan stappen we er links overheen en dan gaan we linksom. Dan gaan we weer terug naar de beginpositie. Goed, daar zijn we klaar voor. Gaan we beginnen. Ja, dus rechts stappen we er overheen, rechtsom, terug. En dan gaan we links eroverheen stappen, gaan we linksom, gaan we weer terug.
gaan we weer rechts eroverheen stappen. Rechtsom terug. Ja, gaan we links eroverheen stappen. Links weer terug. En de laatste. Rechts eroverheen stappen. En weer terug voor de beginpositie. Ja, super. Heel goed gedaan. Dat waren de 10 oefeningen voor vandaag. We gaan zo meteen gaan we nog eventjes wat oefeningen doen voor de romp. Vorige keer waren we geëindigd met een best pittige oefening. 20 seconden. Vandaag gaan we het nog gekker maken. We maken er 30 seconden van. Ik hoop dat u lekker meedoet. Verliest u de balans. Helemaal niet erg. Probeer hem zo snel mogelijk weer op te pikken. Dus de flesjes en het touwtje kunnen we even opruimen. Neem een slokje. Gaan we het laatste onderdeel van deze beweegsessie doen. Kom zo bij u weer terug. Zo, laatste oefeningen die we gaan doen. Ik zei al voor de rompstabiliteit. Ik weet niet of dat u een stukje vloerbedekking, vloerkleed of eventueel een fitnessmatje, net als wij hier hebben, heeft. Om even de knieën te ondersteunen, die zo'n pijn doet. We gaan als volgt gaan met werk. We gaan op de knieën. Dus zak maar door. Ja, we gaan op de knieën. En we gaan zo meteen op de knieën zitten. En de handen, ja, de armen die zijn gestrekt. De handen staan zo ongeveer onder de schouders. Dan gaan we het been, in dit geval het rechterbeen, uitstrekken. De schoen gaat omhoog. Dus je krijgt ongeveer een hoek van 90 graden in knieën. En als je je rechterbeen omhoog hebt gedaan, ga je je linkerarm zijwaarts uitstrekken. Die positie houden we dan even 30 seconden vast. Even een pittige oefening. Ik hoop dat u hem lekker mee kan doen. Bent u er klaar voor? Gaan we beginnen. Ja, gaat ie. Strek uit rechterbeen. Voet omhoog. Ja. En linkerarm zijwaarts uitsteken. Hou vast. Ah, voel dat het werkt. Je moet er echt voor werken om je balans te behouden. Super. Oké, en rust. Even rust. Ja, dan gaan we zo meteen het linkerbeen doen. En de rechterarm steken we uit. Ja, kom maar. Linkerbeen. Ja. Voet omhoog. Rechterarm uitsteken. En probeer je balans te vinden en te houden. Hou even vast. En hou vast. Nog even. Heel goed. Super. En rust. Oké. Ons eerste setje. Eén set doen, één keer rechts en nog één keer links. Ja, gaat rechterbeen naar achter, voet omhoog en linkerarm zijwaarts uitsteken. Hou vast. Hou vast. En hou vast. Oké. Oké, en rust. Even rust, een beetje ontspannen, even de polsen een beetje loshouden. Ja. En dan gaan we beginnen. Gaan we dus de linkerbeen, voet omhoog, ja, rechterarm zijwaarts. Ja, span je rompspieren goed aan, dus dat betekent je navel in.
vast. Nog even, nog even. Hou vast. En rust. Oké. Dan waren de rompstabiliteitsoefeningen voor vandaag weer. Kom even rustig omhoog. Sta rustig op. Zo, zat er weer op. We kunnen een slokje water kunnen we nemen. Dat gaan wij ook doen. En ik hoop dat u vandaag weer lekker heeft mee kunnen doen met het bewegen. Nogmaals, bewegen is gezond. Goede voeding is gezond. Dat zorgt ervoor dat u vooral vitaal blijft, zoals ze dat dan noemen. Ik hoop dat u vandaag weer lekker heeft meegedaan en ervan heeft genoten. Volgende keer gaan we wederom oefeningen, alleen nog andere oefeningen doen, met twee flesjes en een touwtje. Dus we hebben weer een hindernis. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Dag! Dag mevrouw. Hartstikke fijn dat u aanwezig was bij de theatervoorstelling Gezond en we leven nog lang en gelukkig. Mag ik u vragen, wat vond u ervan? Ik vond de voorstelling heel leuk. Is heel leuk gebracht, goed gebracht. Het geeft ook het echte leven aan, wat er dus in het leven gebeurt. En het geeft misschien ook voor sommige mensen te denken wat ze allemaal tegenkomen als ze ouder worden. Echt iets voor jullie. Ik zou me wel omkleden voordat je gaat. Dat is maar een tip. Ja. Dag, zuster Ursula. Is het wat, Piet? Dat zit ik even te bekijken, maar volgens mij is het wel heel leuk. We nodigen u van harte uit om een van deze theatermiddag bij te wonen. De voorstelling, ze leven nog langer gelukkig, gaat over gezond ouder worden. Nou, laten we daar een voorbeeld van. We gaan de middag start met een welkomstwoord en na afloop van de voorstelling is er een gezellige nazet. Nou, als we daar kunnen aansluiten, dan vind ik het al lang goed. Precies. Weet je wat? We gaan er gewoon heen. We gaan er gewoon nu. Zal ik jou even helpen afstappen? Dat is prima. Hier! Ik ga mijn moesje maken! Bent u? Ben ik moe? Ja, mooi hè? Ik heb een tekst niet in, maar hoor. Wie ziet eruit? Wie ziet er? Hij had zijn maat niet wat meegemaakt. Het hoogte vrezen met zeven zeven. Kijk, zie mensen die werken, dat vind ik prachtig hè? Dat hoeft me niet meer. Je bent toch een gekke buurman, hè? Had dat in voor een gekheid. Ja, ik ben zo blij dat hij naast ons om is komen wonen. Vandaag ga ik iets maken en dat is een beetje fastfood eigenlijk. Ik ga shawarma maken, maar dan niet de shawarma zoals je bij de shawarma boer of weet ik waar haalt of misschien wel smaakt. Met een beetje ijsbergsla en vooral veel varkensvlees. Ik ga een vegetarisch maken en ik ga er heel veel groente aan toevoegen. Ik laat zien wat er allemaal in gaat. Er gaat vegetarisch gehakt in, een spitskool, super veelzijdig kooltje. Rode ui gaat erin. Daar gaan shawarma kruiden in. Ik heb een variant gekozen zonder zout. Want je hebt ook soorten waar al heel veel zout aan toegevoegd is. Ik heb liever dat ik dat daarna zelf een beetje kan toevoegen. Daar gaat een beetje knoflookpoeder in.
Ik heb kwark, dat is allemaal voor het sausje, wat wortel, wat mais en pita broodjes. Gaan we beginnen. Met een uitje, zoals veel gerechtjes natuurlijk, met een uitje beginnen, is dat ook bij dit gerechtje. Ik heb nu gekozen voor een rode ui. Heb je een gewone ui liggen, kan natuurlijk ook prima. Ik wissel dat altijd een beetje af, dus gewone ui, shallotjes en rode ui. En die uien die mag je trouwens ook gewoon meetellen in je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente. Hè? Dus die 250 gram die je eigenlijk elke dag zou moeten eten, maar die heel veel mensen niet halen. Die ui die telt ook gewoon mee, dus dat scheelt dan weer. En dan heb ik hier al een pannetje waar ik een beetje olijfolie in ga doen. Zo. Kijken, daar gaat een beetje olie in. Gewoon een beetje olijfolie, een neutrale olie. Mag ook zonnebloemolie zijn als je dat lekkerder vindt. Zo. En wat ik altijd doe als ik een gerechtje maak, wat veel mensen eigenlijk vergeten, is als je specerijen hebt, in dit geval de shawarma kruiden, die verhit ik even mee. Dan komen die smaken die komen veel beter vrij. Dus die fruit ik gewoon in het begin in de olie even mee, samen met het uitje. Het uitje doe ik even zo erin. Oh, die heb ik niet helemaal goed gesneden, zie ik hier. Dat stukje gaat eruit. Hij moet nog een beetje hoger. Zo. Dus die fruit je zo eventjes mee met de kruiden met de ui. Dan ga ik ondertussen, dit kan er nog wel bij. Dit eventjes aan de kant. Een beetje organisatie in de keuken is altijd wel fijn. Hè? Dan gaat daar een spitskool bij. Dit is toevallig een heel kleintje. Die ga ik er denk ik helemaal in doen. Moet even kijken. Dat harde onderstuk, dat haal ik eraf. Dat is niet lekker om te eten, dat is heel hard. Maar dit ga ik eventjes fijn snijden. In dunne reepjes. Dat is ook heel snel gaar, hè? Die spitskool. Heel makkelijk. Ook om, als je hier een restje van hebt, gewoon even door de nasi of zo. Maak je zo makkelijk een restje op. Je kan hem ook zelfs in de oven kan je hem grillen. Ja, het is eigenlijk een heel makkelijk veelzijdige groentesoort. Ik ga eens even kijken. Dit doe ik er zo nog bij. Zo. Zo. Ondertussen, zou ik bijna vergeten, ga ik even wat pizzabroodjes in de oven doen. Die maak ik even heel goed nat. Zo, dan heb ik daar ook nog een trucje voor als ze uit de oven komen. Kijken. Zo. Die gaan erin. Lekker hoge temperatuur. 210 graden. Zo. Ondertussen mijn uitje al behoorlijk gefruit. Snijden we de rest van de spitskool nog eventjes. Ja. Ik denk dat ik dit wel genoeg vind. Dat gaat erbij. Ja. Nou ja, de rest dat gaat dus nog in een gerechtje. De komende week ga ik dat nog wel even ergens in verwerken. Nou, die spitskool die moet natuurlijk even gaar worden. Even meebakken. Dan gaat daar ook het vegetarisch gehakt gaat daarbij. Zo, pak er nog even een spatel. Nou, dit vegetarisch gehakt dat is eigenlijk al voorgegaard. Dus dat heeft niet zo lang nodig. Dus dat bak ik zo. Lekker even een paar minuutjes mee. Zo. En ik hou altijd wel van heel veel kleur in een gerecht. Dus vandaar dat ik die wortel en die mais ook eraan toevoeg. Zo, dit mag best nog een beetje hoger. Zo. Die kan hier weg. Dus een plankje een beetje. Schoonmaken. Zo.
dan ga ik het sausje maken. Ik heb hier kwark voor gebruikt. Je kan er ook een volle yoghurt voor pakken. En wat ik daarvoor gebruik is knoflookpoeder. Je kan ook verse knoflook natuurlijk gebruiken. Ik vind zelf knoflookpoeder in dit gerecht. Normaal ben ik echt wel van de verse knoflook. Maar knoflookpoeder is net even wat, wat milder van smaak. Kinderen vinden dat vaak ook wat lekkerder. Wat minder scherp eigenlijk. Dus dat doe ik er een beetje bij. Dan ga ik dat even roeren. En dan mengen we dat door elkaar. En dan doe ik daar nog wat verse kruiden doorheen. Ja. En even kijken, wat doen we daar doorheen? Daar doe ik een beetje peterselie doorheen. En ik ga daar ook een beetje munt doorheen doen. Dat vind ik zelf altijd wel lekker. Een beetje fris. Een paar blaadjes. Die steeltjes die eet je eigenlijk niet, hè, van die munt. Je eet eigenlijk alleen de blaadjes. En bij peterselie kun je die steeltjes dan weer wel eten. Die moet je dan wel even wat goed fijn snijden. En dan zo. Dit snij ik eventjes allemaal fijn. Zo. Ondertussen roer ik nog eventjes in een verhakmengsel. Dat gaat wel goed. Dan ga ik een beetje lager zetten. Zo, dan gooi ik hier alvast de wortel bij. Even kijken. Zo, kijk. Wat extra kleur al niet doet, hè. En dan gaat dadelijk de mais nog bij, maar die heeft natuurlijk echt maar heel even nodig. Die hoeft alleen maar warm voor te worden. Nou, doe ik hier die kruiden bij. Dan doe ik daar nog een beetje peper en een beetje zout bij. Flink wat peper. En een klein beetje zout. En hier doe ik ook nog een beetje zout bij, want in die shawarma kruiden zit dus geen zout. Maar ik doe er nog wel een beetje zout bij. Zo. Eens even kijken. Dan gaan we dit sausje even goed mengen. En wat je natuurlijk normaal bij shawarma, hè, zoals je dat, als je een shawarma gaat halen, dan heb je vaak die knoflooksaus. En dat is natuurlijk een stuk minder gezond dan zo'n zelfgemaakt sausje. Van kwark, knoflookpoeder en wat verse kruiden. Zo, die is goed zo. Dan ga ik eventjes kijken hoe het hiermee staat. Dat is goed. Dan gaat de mais erbij voor nog wat extra kleur. En je kan dit ook met bonen bijvoorbeeld maken. Als variatie, als je wat paprika hebt, kan je dat er doorheen doen. Je kan er in plaats van in een pita broodje, kan je het ook in een wrap doen. Dus het is echt een heel flexibel gerecht. Ik noem dat gezond flanzen. En dat, de basis is dat sausje met de shawarma kruiden. Maar je kunt daar eindeloos in variëren. Ik ga ondertussen even kijken hoe het met die broodjes is. Even zien. Die lijken allemaal goed te zijn. Zo. Maar eventjes nodig. Nou, wat ik dan ga doen, dat is een trucje, is dat ik die broodjes even laat rusten in aluminiumfolie. En dan kan je ze net wat makkelijker opensnijden. Dus deze laat ik heel even rusten. En dan door het vocht eigenlijk, vanaf de damp eigenlijk die uit die broodjes komt, kan je ze net wat makkelijker opensnijden. Een tipje. Nou, dit is dus echt een heel snel gerecht wat je ook heel makkelijk... In plaats van fastfood eigenlijk ben je net zo snel om dit te maken dan dat je op de fiets of in de auto springt om shawarma te gaan halen. Zo. Dit is goed zo. Het vuur gaat uit. Dan gaan we zo het plankje opmaken. Zo. Even kijken. Dit hier doen. Even kijken of die broodjes eigenlijk goed zijn. Of mijn trucje werkt, hè? Of ik hem lang genoeg in het folie heb gehouden. Dus even kijken, ik doe er een stukje van afsnijden. En dan kijk je, daar gaat.
Ik heb hier trouwens ook, wel belangrijk om te weten, ik heb volkoren pitabroodjes gebruikt in plaats van witte pitabroodjes. Net even wat gezonder, wat meer vezels zitten erin. Dus dat is ook nog wel een goede tip. Nou, die broodjes die vul ik met dat mengsel. Kijk. Zo, lekker vol. Altijd wel lekker. Zo. Leggen we die hier zo op een plankje. Ik ga daar ook nog eventjes een lepel. Ik leg hem eerst even neer. Dan gaat er nog lekker een lepeltje van die saus op. Kijk. Voor de finishing touch nog een beetje groen. Kijk. En als je nog wat meer saus erbij wil, dan kun je dat er gewoon bij pakken. Een gezonde versie van shawarma. Een vegetarische soort met lekker veel groenten en een lekker zelfgemaakt sausje. Smakelijk eten! Denk je nou bij het zien van die recepten, dat zou ik thuis ook wel eens willen maken? Ga dan naar de website omroepmeierij.nl en dan kun je alle recepten handig nalezen.